Wat betekent dit contract voor jou? Ja, heel veel. Het is een schitterende club als je ziet. En, mijn vader was Feyenoord, ik Feyenoord. En als je dan zo'n stap maakt naar zo'n grote club, hij is fantastisch. Ik heb stapje voor stapje een weg bewandeld. Van ADO en dan Excelsior, ja, omdat het spelen belangrijk was. En vanaf Excelsior dan een groot stap hier naartoe. En, ja, het is, je carrière plannen is lastig, maar tot nu toe gaat het best aardig. Dus ja, ik ben er blij mee. Hij heeft absoluut eigenschappen van een moderne aanvaller. Hij heeft veel kracht, hij heeft veel snelheid. Moet ook nog aan een aantal zaken werken, zoals een fijne techniek. Het spelen in de kleinere ruimte. We hebben signalen en ook niet alleen signalen, maar we hebben diverse gesprekken met hem gevoerd. Zodat we hem beter hebben leren kennen. Dat een fantastische jongen met een hele goede mentaliteit. Staat daar ook voor open om daarin te leren en zich te ontwikkelen. Dus wij hebben daar binnen Feyenoord gewoon erg veel vertrouwen in dat hij die stappen gaat maken. Ik ben een spits die voorin op meerdere plekken uit de voeten kan. Ik ben snel, ik heb een actie, ik hou graag van om spelers te passeren. En ik heb een neus voor de goal. Daarnaast blijven we ons nog altijd oriënteren om te kijken waar kunnen we ons nog meer versterken voorin. Nou, dan heeft Guillaume de eigenschappen dat hij dus ook op links en op rechts buitenpositie kan spelen. Dus eigenlijk op alle drie de posities voorin goed uit de voeten kan. Op dit moment speelt hij bij Excelsior vanaf de linkerkant. Hij heeft ook vanaf de rechterkant gespeeld. Dus een multifunctionele aanvaller die wij heel enorm graag aan onze selectie gaan toevoegen. Ik heb er al volste vertrouwen in en ik sta te wachten tot ik wanneer kan beginnen, want ik kijk er erg naar uit. Hij wil eigenlijk liever morgen beginnen dan overmorgen. Dus ja, hij staat er fris in, hij staat er goed in en dat zijn jongens midden 20, dus een goede leeftijd waarin wij er niet te veel hebben in onze selectie, die meer dan welkom is. Een jongen die weet wat hij wil. Die weet wat hij wil en daar gaat hij voor. En bijvoorbeeld met voetballen, hij wilde het altijd. Altijd van kleins af aan. Dan ging hij met zijn vader dan naar het voetbalveld. En hij had altijd maar van, nee, hij wil voetballen. Maar ik had dan niet verwacht dat hij door zou zetten, want ik was geen voetbalmens. En ik heb van zoiets, ja, misschien gaat het wel over. Maar hij ging ervoor. Hij zei, oh mama, het is gewoon zo fijn. En hij zegt, nou, het is wel jammer dat papa niet kan meemaken, omdat... Dat was de club van mijn man, Feyenoord. Dus Guillaume wilde nu dat mijn man het ook had kunnen meemaken. Dat hadden we allemaal gewild. Ja, die had erg trots geweest. Ja, ontzettend. Want sinds ik hem ken, is hij een groot Feyenoord-fan.